keep the thoughts of lonely night slips. On the verge of success, it's all light and fluffy. Dry suns of blood, dry suns of blood. Mijn missen? Nee. Ik heb toch genoeg vriendjes om mij bezig te houden. Ga jij mij missen? Mm-hmm. Het is toch maar 2 weken? Ja, maar toch. Ik zal je missen. Jij zit tenminste weg. En ik zit hier. Saai. Nou, 2 weken stage in Blankenbergen. Dat was geestig. Allee, kom aan. Ik ben er nog niet klaar. Ik lig buiten. Waarom? Ik had zo gezegd klachten gekregen van klanten dat ik te weinig geduld had, niet genoeg luisteren naar hun verhalen. Volgens mij belde daar niet voor naar een callcenter, daar heb ik dus wel andere nummers voor. Kom Junior, je mag naar bad. Nee, ik wil niet. Junior, het is 7 uur, allee op naar bad. Ik heb geen enkel goede broek meer. Deborah, het is echt het moment niet. Je gaat even moeten wachten. Ja, het is nooit het moment, ik word er zot van. Hè. Iedere keer als ik hier iets nodig heb, moet ik hier smeken. Je moet niet overdrijven, het is gewoon nu even moeilijk, maar dat gaat niet lang meer duren. Ja, dat zit al 5 maanden. We hier maar 3 weken zijn, dan zien we ons hier nu zitten, we wonen hier nog altijd. Ze blij dat we hier mogen wonen van Pepe, ja? Nee. Kom, ik ga nu aanlassen. Nee, ik wil niet. Hoe niet? Wil jij met een stinker blijven rondlopen? Ja. Allee, kom. Kijk eens. Cool. Je woont in mijn straat, hè? Woont je in de Tulpstraat? Ja, nummer 9. Allee, het is eigenlijk mijn grootvader die er woont. Wij wonen bij hem. Allee, merci, hè, buurvrouw. Deb! Ik weet niet. Ja. Hè? Ja, heel schoon. Ja, pak die maar. Gaan ze het toch niet kopen? Nee, ik vond het niet zo wel schoon. Mijn lip. Saf. Zin om mee op stap te gaan? Ja, ça va. Hou de rest maar, hè? Ja. Alle volk. Geen probleem, ik ken niet alleen anders. Hé, hey, Maxi. Ja, ga ik voor hem. Dat je taxi betaalt. Ik ga niets betalen. Watch me go! Van die mannen aan een toog daar. Ik heb gewoon nog in een pand moeten uitgeven vannacht. Je kunt er echt wel wat van zijn, hè? Dat er veel geld mee kunnen verdienen moesten willen. Hoe kom jij aan dat geld? Top secret. Allee, vertel. Ik ben echt piekt. Eerlijk verdiend, ja. Nooit aan iemand anders tot verder vertellen. Escort. Sst, nog wat uit. Wat moet je dan doen? Gewoon meegaan naar recepties en zo. Ook seksen? Nee, als je niet wilt, niet mee. Zeg, die jongen die bij u aan school stond. Is dat u lief? Ja, waarom? Gewoon. Een beetje ordinair, hè? Hij is wel lief. Wat is daar nu aan? Is hij goed in bed? Ja. Als je wilt werken zoals mij, heb je wel een artiestennaam nodig, hè? Waar is die van u? Ze noemen mij Jen. Is Deborah niet chic genoeg? Deborah is een beetje... Wow. Wow. Mm-hmm. Rondlopen. Je mag je niet te laat en morgen is het school. Mama, zou ik €5 kunnen krijgen? Plus die €20 die je het potje hebt gepikt, dat maakt €25 die je aan mij moet terugbetalen. Wat? Meisje, speel ik je spelletje niet mee, zeg. Je moet hier niet staan liegen. Die €20 is niet vanzelf uit dat potje gekropen. Ja, misschien heeft een junior die gepakt. Ja, of de pp, of ik heb het er zelf uitgepakt, ben het vergeten. Ja, oké, ik heb het geld nodig. Ik moet hier altijd schooien voor een beetje geld. Deborah, waarom moet je altijd zo contrair doen? Zie jij niet dat ik hier ook maar mijn best doe om alles goed te doen? Je denkt alleen maar aan je eigen en nooit aan de kinderen. Je hebt nooit aan ons gevraagd of dat je het plezant vindt om bij Pepe te wonen. Ja, godverdomme, gehoud erover op. Denk jij dat ik dat plezant vind om hier te wonen? Als ik mijn kloten ga afdraaien, ga werken, dan is het voor jullie. Hè? Voor jullie kleren, voor het school, voor de uitstapjes. Want als jij het in je kop krijgt, dan moet je het hebben. Jij hebt niet eens werk. Je bent ontslagen. Je bent vergeten. Hey Jen, ik ben het. Ik heb er zo over nagedacht en ja, ik vroeg mij even nog mensen nodig hadden voor je weet wel. Bel je mij terug? Oké, bye. Hoe oud bent jij eigenlijk? 15. 15. Dat vestje gaat er goed. Voilà, Deborah zoekt werk. Ja. Laat me raden. Fotomodel. Nee? Aerostars? Ik zou graag voor u werken. Is het waar? Zarin is er. Hoe oud zit je? 17. Bijna 18. Wat voor werk zoekt je? Serieus? Zoals Jennifer. Jen. All for you. Iets drinken? Veel in een keer gekregen. Even zo hand. Ogen dicht. Mag ik kijken? Nu wel. Wauw. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Zeg dan. Je gaat er geen Jeannette van maken, hè? Nee. Een rockster. Ah. Zeg, mama. Ik heb misschien werk in een hotel als kamermeisje. Serieus? Wanneer? Ja, ze gingen nog bellen. Nee? Ja, dat zijn ze misschien al. Hallo? Kom, junior. Wat zijn je aan het doen, hè? Dat je dus de spiegel aan het schminken. Kom, jongen. Morgen. Allee. 1, 2. Amai, dat is wel vlug, hè? Wat moet ik dan doen? Je ziet er fantastisch uit. Zeg, die is toch meerderjarig, hè? Dat denkt je niet. Ja? Okay. Aangenaam, Bo. Robert. Aangenaam. Voor vanavond, ik vrees dat het nogal saai kan worden. Het is een heel belangrijke dealing voor mij. Dus we moeten een beetje op ons tanden bijten. En uiteindelijk wordt het misschien ook plezant ook. Als het goed is voor u. Ja. Bo, ik ben er vandoor. Ja. Robert, tot de volgende. Ja. Dan als je terug zit. Amuseert u. Paard, zegt Clinton. Yes, zegt zo. Paarden. Dat is een goeie ritjes, hè. Zeg smakelijk, hè. Heb je dat wel arrangeerd, hè? Drinkt je graag wijn? Ja? Ja, nee. Het is zo'n beetje leren drinken. Zoals met olijven. Het is welkerder als olijven. Ja, zeker. Gaat het een beetje? Ja. Mozzarella is lekker. Regelmatig? Probeer. En altijd in de zon. Als het mogelijk is. Perfect. Dus ik kijk naar voren toe, hè. Maar over de grond van de zon. Ja, goed, hè? Het is goed mogelijk voor iedereen. En die is niet helemaal. En? Was het plezant? Ja, één op het einde. Wat? Wil je naar de kussen? En? Kussen moest toch niet? Nee, dat is waar, maar... Kijk, Robert is een goede klant. En van een kus gaat hij niet dood, hè. Toch? Hm. Je wilt toch niet dat ik mijn beste klant verlies, hè? Zorg maar dat je geld waard bent, hè? Ik zou zeggen, pak de telefoon, bel het nummer, kijk naar de letters. Heb je ooit aan mijn klant geslapen? Is dat een ja of een nee? Ja, maar niet de eerste keer. Is het niet moeilijk? In het begin is het moeilijk. Maar nu denk ik gewoon aan het geld. En kussen, tongkussen? Nee, nooit. Zie, in het begin is het moeilijk. Maar ik zweer u, eens dat geld komt, is het gedaan met twijfelen. Wat is dat? Dat is valium. Dat verdooft een beetje. Soms is het leuker dat je dingen anders meemaakt. Dat je je niet helemaal bewust bent van alle dingen die je... Maar je bent niet zo erg was. Vincent? Ja? Morgen... Ja, ça va, als niet te laat wordt. Ik heb overmorgen een test van bio. Ja, biologie. Ja, kussen, hè? Ja. Bye. Morgen. Samen hier. Oeh. Oh, wat ja. Kom samen. Nee, hola. Este. Siamo con te. Cioè. Fuck. Sì, da. Bye bye guys. Bye bye. Bye. Cool. Ga je mee? Nee, best dik. Jij dik of wat? Kom, zwerf je maar naartoe. You want to do blowjob? Die alleen geldt voor een rechte driehoek, waarbij de cosinus van 90 graden 0 is. Wat geldt voor zijde A, geldt natuurlijk ook voor zijde B. Dus dan hebben we B kwadraat is gelijk aan A kwadraat, C kwadraat min 2 maal AC en de cosinus van de ingesloten hoek B. Geldt dus ook voor zijde C, dus dan hebben we C kwadraat is gelijk aan B kwadraat. Dus A kwadraat. Deborah? Mevrouw, mag ik naar huis? Naar huis? Waarom? Ja, ik voel me niet zo goed. Het is al vanmorgen, ik ben zo misselijk. Je bent toch niet zwanger, zeker? Make ignorás? Zijn jullie eigenlijk getrouwd? Ja. Kinderen? Een dochter. Hoe oud? Ongeveer uw leeftijd. Wat had je verwacht? Wat doet je vanavond? Huiswerk maken. En? Moeilijk? Hé, wat scheelt er? Bo. Je bent moe, hè? Hey, kom hier. Kom hier. Weet jij hoe fier dat ik ben op u? Hm? Weet jij hoe graag dat ik u zie? Kijk naar mij. Dit is zo schoon. Weet jij, als jij gedaan hebt met school, dan wil ik met u trouwen. Hey. Wat is het gaan doen? Dat zie je toch, waarom? Dat doet de boer. Nou, hier hebben we staan. De veranders. Nee. Wat is dat? Geld? Ja, dat zie ik. Maar van wat? Ik heb verdiend in het hotel. En dan? Dat is voor u. Zijn die zot? Nee, serieus. Ik ging dat veel beter gebruiken dan ik. Je hebt het hele leven aan kan betaald voor ons. Dit zei dat ik iets terug doe. Oké, voor één keer. Ja. Is dat in dat hotel aan de Singel dat jij moet werken? Ja. Wat moet jij daar allemaal doen? Ik heb toch wel gezegd, kamers kuisen net. Vincent, gaat je belt? Vanavond? Nee. Het is de verjaardag van Junior. Ja, ik kan toch moeilijk weglopen, hè? Maar waarom zegt je dat toe als je nog niet weet of ik kan? Kunt je niet afbellen? Vince? Niet op Junior zijn verjaardagsfeest bij de familie is. Ja, ze hadden niemand anders. Ze hadden een probleem met de reservaties. Dus er is 20 man meer dan verwacht. Het ging niet lang duren, oké? Lieg niet. Ik lieg niet. Mam! Deborah, je gaat niet. De tantekjes zijn hier. Allee, Chantal. Je mag dat blij zijn dat ze werk heeft. Geef dat nummer eens van dat hotel, hè, dat ik zelf een keer kan bellen. Ik doe het niet belachelijk. Ik ben een klein kind en jij moet echt niet bellen, hè? Deborah, je gaat niet. Jij gaat niet zeggen wat ik moet doen. Do you know I'm only 15 years old? In Belgium, they put you in jail for that. Okay, Julian. But for 400 euros, I will give you a very good time. Okay, let's escape. mijn werk heb leren kennen. Van waar komt al dat geld? Als ze geen godsnaam in mijn kamer gaan doen. Van waar komt dat geld? Mijn werk? Ja, dat zal wel, ja. Je kunt misschien denken hè, dat ik dom ben, hè. Maar zo dom ben ik nu ook weer niet. Ik heb dat gepikt uit een bureau van mijn baas. In die lingerie. Deborah, waar zijn jij in godsnaam mee bezig? Zijn uw zaken niet! Doe die tv uit. Doe die tv uit! Denk jij ook leven zoals u, hè? Elke dagen mijn kloterin uitdraaien voor niks omdat het wonen zo'n zielig koud is en altijd zo'n klootzakken! Als uw vader niet was weggelopen en dan... Mijn vader is niet weggelopen. Jij hebt hem weggejaagd. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Je doet juist hetzelfde als u. Mijn benen openen voor de venten. Alleen de jij voor niks en word ik er tenminste goed voor betaald. Maak dat je weg bent. Deborah, mag dat je weg bent. Vincent? Goedenavond. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Oké. Dat zijn... Man, jij bent schoon. Ik ben blij van juntos sin problema. No jugar así. Goedenavond, meneer, politie Antwerpen. Mogen wij even binnenkomen, alsjeblieft? Heb u soms uw identiteitskaart bij, meneer? Goedenavond, mevrouw. Mag ik uw identiteitskaart even zien, alsjeblieft? Hallo. Mevrouw? Gaat het? Hij zit op mijn plaats. Sorry. Wow. Moet er maar met één persoon tegelijkertijd zijn. En ik ben hier al. Jammer. Ik ben hier ook al. En dan? Ik zou niet zo zelfzeker zijn. Zo moest ik u zijn. Hoe was hij hier eigenlijk? Salut, Zaki. Kom, allez. Deborah, er is bezoek voor u in de bezoekerskamer. Vincent? Vincent? En jij, Jasmin, jij mag de rest van de dag op je kamer blijven. Je weet goed genoeg dat er hier niet met tweeën mag gerookt worden. Het is trouwens niet uw eerste verwittiging. Dag, schat. Hoe is het met Junior? Hoe is het hier? Deborah. Wat denk je? Maar ik denk dat je het hier gewoon goed gaat hebben. Ik zei even weg uit uw omgeving. De jeugdrechter heeft het ook gezegd. Deborah, ik snap het dat je het anders wou. Ik heb het ook niet tegen Pepe gezegd. Ik heb gewoon gezegd dat je op uitwisseling moest met school. Meneer? Ik wil naar mijn kamer. Deborah, je hebt nog meer dan 3 kwartier. Ik wil naar mijn kamer. Goed, zal ik je wegbrengen? lang blond haar, groot, felle ogen zo. En ik hoop echt dat hij een keer op bezoek komt. Ik was echt iedere dag bij hem, hè. En bij de stof. Eén spuitje. Daar wil ik echt alles voor geven. Ze is zo jong. Ze is wel ouder dan gedenkt. Hoe oud zijt je? 13. Maar in mijn kop ben ik 50. Of 100. In elk geval zeker ouder dan mijn ouders. Ik ken dat. Allee, Jasmin, dat is op mijn post staan. Jezus, Jasmin, zet dat gewoon op de pies aan uw zin. Hé, wat doe je? Ze zijn weer bezig. Maar dat was het. Leg je droog. Vincent? Kom eens zitten. Ik heb niet veel tijd, ik mag je niet bellen. 3 maanden, nu nog 2. Maar ik moet je laten. Ik hou van je. Maar dat is knap gedaan, zeg. Hoe zit het, Pepe? Hij heeft gezegd dat hij geen hoeren in is. Junior, gaat daar eens spelen. Ga eens bij die videospelletjes kijken. Nee. Nu? Ik heb het hem verteld. Ze hadden gebeld om te zeggen dat de bezoekdag verschoven was en ik was niet thuis. Hij is beschaamd. Ik ben ook beschaamd door wat ik gedaan heb. Ik ben blij dat je dat zegt. Ik heb ook veel fouten gemaakt vroeger met je pa en zo. Binnen 2 maanden zijn we gewoon terug thuis. Hoe heeft de politie mij eigenlijk gevonden? Ik weet het niet. Shit, hier kunnen we nu weg. Goedemorgen. Voor wat is dat? Dat is voor te kalmeren. Ik ben kalm. Van zaterdag. Hoe is het? Ik heb strafverlenging gekregen. Een maand erbij. Sorry voor op dat dag. Ik begon ineens te flippen. Ik weet niet. Ja, dat is goed. Dat is geen probleem. Weet je wat? Als je eruit geraakt, dan moet je bij mij komen wonen. Ik ga voor je zorgen. Ja, zo met kijk. Ik ga voor je zorgen. Dit is het nummer van Vincent, mijn vriend. Dag. ¿Cómo estás? Mm-hmm. Ik denk dat ik heel de dagen voor mijn tv zit. In mijn tijd dat er niks is. En dat ik van niks niet weet. Mijn moeder zegt dat vindt te geren. Heel geren. Misschien een beetje te geren. Daarom dat uw pa een redboord gesmeten. Mijn moeder zag uw peren ook keren. Maar die ander ook. Daarom dat ik een rib in de was gepakt. Omdat ze me zeggen, zie. Ah, de junior, maar. Dat is het verschil meer. Gaat ook het verteld. Ik wil ermee stoppen. Ik wil terug naar huis komen. Misschien is het toch nog niet zo slecht dat je hier zit. Hier kun je zo geen stomme niet meer doen. En de moeder misschien toch nog iets goed gedaan. Wat is dat met mij gedaan? Ik val mij aangeven bij de politie. Wie anders? Zo, ik hoop weer nooit meer te moeten terugzien. Ik hoop het ook. Mijn moeder komt nu 7 halen. En maandag ga ik naar de nieuwe school. Tot zo. Is er nog iets dat ik moet tekenen of zo? Nee. Zou ik naar buiten mogen wachten? Dan kan ik een sigaret roken. Oké. Zo, gaat u goed, Deborah. En ik wens u het allerbeste. Voilà. En ruim beleving met zicht op zee. Ingebouwde keuken. Een sobere maar mooie badkamer. En last but not least, een witte lichte slaapkamer met king-size bed. En? Goedgekeurd? Ja? Je zou beter iets aan uw haar doen en uw nieuwe kleren kopen. Moet die mannen niet onderschatten. Die zijn u nu waarschijnlijk aan het zoeken. En als u pakking terug naar Benen, nog eens 3 maanden. Dat is plan niet, hè? Ik heb trouwens een flikkencontrole gehad terwijl ik geen Benen zat. Je hebt mij toch niet. Nee. Ik heb gezegd dat ik u niet kende. Dat is waarschijnlijk die klootzak van de Robert geweest. Je doet er dan alles voor, omdat dat een goede klant is. Krijg je zoiets. Wat is er eigenlijk gebeurd met Robert? Ze hebben hem ondervraagd en een nacht binnengehouden. 3 dagen later hebben ze hem uit de vaart gehaald. Voor moeten gaan vanaf nu. Na die 3 maanden Benen en nu dat appartement er nog eens bij. Dus dat ik geld heb moeten lenen van een vriend dat ik dringend moet terugbetalen. Als ik tenminste niet wil dat ze mijn benen komen breken. Nogal een geluk dat je niet meer naar school gaat. Ik zou niet weten hoe dat we anders allemaal gaan betalen. Maar goed, het is een kwestie van iets harder te werken en dat heeft zijn voordelen. Stop er nu over. Ik wil dat niet meer doen. Wat is het? Waar zit je? Zijn uw zaken niet? Deborah, deze keer heb ik de politie niet gebeld. Ik moet u geloven. Stefie. geliefd. Zijn jij zot en begint dat voeren of zo, hè? Dan alles beter aan op een dag in beuren. Heb je gekust? Nee, dat is van het venster waar ik uitgevlogen ben. Jezus, Steffi! Die zijn nooit aan zee geweest. Echt waar? De laatste 4 maanden in ieder geval niet. Nee, vooruit, nog even. Wil je dat ik niet durf? Nee, jij? Ik durf. Ik ook. Doe het dan? Jij eerst. Wat krijg ik als ik het doe? De eerste, jongen. Nee, stop maar. Ik heb niks anders, kom, je zit een bak. Dan doe ik morgen weer een afwas. Ik heb een afwasmachine. Dan was ik uw ramen of zo. Oké. Maar zie ik het dan jou eens, hè? Wat is dat? Wanneer heb je dat gekocht? Daarnet. 10 cent zijn geld. Steffi, je wordt afgekikt. Het is allemaal niet zo gemakkelijk. De heroïne gaat het makkelijker maken, of wat? Ik dacht dat je meer karakter hebt. Ik ga wel terug stoppen als ik werk vind en als ik hier woon. Het is wel niet de bedoeling dat je hier komt wonen, hè? Oma, je hebt dat beloofd in Benen. Dat gaat niet, sorry. Het is hier het appartement van Vincent. Er is trouwens maar geen slaapkamer. Laat aan. with me? Flikkenbellen, de flikkenbellen. Dat is ongeveer het stomste dat je nu kunt doen, Bo. Wat wil je dan doen? Is hier zo laten liggen of... Ja, als de flikken naar hier komen, dan hang ik. En jij ook. Krijgt je waarschijnlijk wel ietsje meer dan 3 maanden Beernem. Vincent, dat zijn gewoon de flikkenbellen. Zet die flikken nu toch eens uit je kop. Los dat hier wel op. Maak je geen zorgen. Vincent, kom naar huis. Ik wil nu naar huis kunnen. Hey. Mocht je niet zeggen, schat. Dat mocht je niet zeggen. Ik wil dat jij bij mij blijft. We zijn hier weg. En in een vliegtuig naar Frankrijk of naar Spanje. We zijn hier weg. En geen bullshit meer. Geen flikken, geen klanten, geen werk, niks. Hè? Kunt jij terug naar school? Kom, we moeten hier niet blijven. We gaan buiten een koffie drinken en een keer op het strand gaan wandelen. Wat gaat er met Steffi gebeuren? Druk je dat niet aan, ik los dat wel op. You bring them over, bring everybody over. Yes. Wat is dat hier? Moet je geen zorgen. Ik moet even iets regelen. Wat iets regelen? Ik ben zo bij terug. Ik leg het dan wel uit. Oké? Okay? Ik zie het. Ik ben blij dat ik je terug zie. Ik ook. Jennifer. Vincent staat beneden onze passen te verkopen. Er is ook een kabinetje bij. Deze is echt heel gewichtsgierig. Wow. Nee, Jennifer, die is haar niet. Is niet oké. Będziemy na czas. No. Let's go. Mamá, ¿usted me ama? Andarás. Desire.